Bewoners van de Bachstraat in Nijmegen-Oost maken zich zorgen. In hun straat wordt onder meer aan het riool gewerkt, maar afgelopen vrijdag werden de werkzaamheden plots stilgelegd. Wij krijgen nieuwe riolering in de straat. En afgelopen vrijdag zijn ze aan dit stukje achter ons begonnen. De hele weekend heeft de riool al open gelegen en maandag zijn ze ook niet meer verder gegaan. En ook vandaag zijn ze er niet mee doorgegaan. Dus we leven al een aantal dagen met een open riool voor onze deur. En we maken ons een beetje zorgen over onze gezondheid. We horen onder andere dat vrijdag de arbeidsinspectie hier de werkzaamheden stilgelegd hebben. Vanwege dat er een aantal werknemers ziek zijn geworden, naar het ziekenhuis zijn gebracht. En dan horen we ook dat er mensen zijn die met de ziekte van Weil zijn opgenomen. Dat is een ziekte die je krijgt van ratten. En dat er aankomende vrijdag een overleg plaats gaat vinden over hoe nu verder. Dus dat betekent dat met deze hitte de riool straks meer dan een week open ligt. En daarover maken wij ons wel zorgen. We hebben sowieso als buurtbewoners al vooraf met elkaar een WhatsApp-groep aangemaakt. Om op die manier wat situaties met elkaar te kunnen bespreken. En we hebben onder andere de gemeente benaderd. De aannemer zelf en inmiddels ook de GGD. Maar van alle hebben we eigenlijk nog geen officieel antwoord teruggekregen. In een brief aan omwonenden bevestigt aannemer Reef Infra dat 3 medewerkers ziek zijn geworden en dat 2 van hen inmiddels weer beter zijn. Er wordt nog onderzocht of dat het te maken heeft met de werkzaamheden aan het riool of dat zij toevallig op hetzelfde moment ziek werden door bijvoorbeeld de hitte. De gemeente Nijmegen heeft aan de GGD gevraagd onderzoek te gaan doen naar de gezondheidsrisico's. Verder gaat er op korte termijn gekeken worden naar mogelijkheden om het riool af te dekken.